Maar collega Usturk, kapt u structureel af. Ik durf zelf te stellen dat u in het afgelopen jaar continu een keiharde dubbele maat heeft gehanteerd. En ik wil dat best wel bewijzen. We hebben daar filmpjes over gemaakt. We kunnen het naast elkaar zetten. En dan kunt u zelf beoordelen of u vindt dat u alle Kamerleden op een eerlijke manier behandelt. En daarmee kom ik op mijn laatste vraag. De heer Verhoeven. Voorzitter, die filmpjes van Denk, die kennen we. En ik vind ze wat mij betreft zijn ze niet voor herhaling vatbaar. Dus we hoeven ze hier niet af te spelen. Maar het lijkt er nu op dat in navolging van de PVV nu Denk ook zegt van wij worden heel erg onheus bejegend. Iedereen die is tegen ons en we krijgen altijd de schuld van alles. En we worden niet eerlijk behandeld. Nou, dus het lijkt heel erg op de aanpak van de PVV. Dat valt mij op. Maar mijn vraag is, als er een keer iets door de voorzitter tegen een van de 150 leden gezegd wordt over het functioneren in een debat, de manier waarop hij zijn werk uitvoert, dat is de taak van een voorzitter. Dus waarom is het dan volgens Denk per definitie zo dat het bij commentaar op Denk politiek ingegeven is? Waar is dat op gebaseerd? Het kan ook gaan over uw eigen functioneren. U bent heel erg met uw eigen functioneren bezig. Kijk daar dan ook eens kritisch naar. Voorzitter, in de eerste plaats heb ik aangegeven dat dat wij allerlei dingen aan het doen zijn zonder dat we het stellen. Ik heb hier duidelijk aangegeven waarom ik tot deze oordelen kom. Ik heb duidelijk aangegeven dat ik zelfs filmpjes heb staan waarin we zien dat bijvoorbeeld een Kamerlid van D66 tijdens een regeling van werkzaamheden een minuut lang de spreektijd krijgt om een punt te maken. En wanneer het aankomt op Denk dat na twee zinnen al de voorzitter afkapt. En dat gebeurt niet één keer. Dan zou ik zeggen, goed, dat gebeurt niet twee keer. Dan zou ik ook nog zeggen, prima. Maar dat gebeurt structureel en daar heb ik moeite mee. Voorzitter, ik denk dat de heer Denk voorbeelden heeft waarin hij slechter behandeld is. Er zijn allerlei voorbeelden bij andere fracties dat ook wel eens denken. Laat ik ter geruststelling tegen de heer Kuzu zeggen, ook ik heb wel eens een keer het gevoel gehad. Ja. Ook ik heb wel eens een keer het gevoel gehad. Dat mijn spreektalent niet volledig uit de verf kwam door de manier waarop de voorzitter mij afkapte. Dus ook mij is het wel eens gebeurd. Dus laten we niet doen dat alleen bij Denk gebeurt. Dat gebeurt bij elk Kamerlid. En dat is precies waarom we een voorzitter hebben. Voorzitter, dat is precies mijn punt. De heer Verhoeven van D66 geeft aan, het gebeurt bij mij wel eens een keer. Bij mij gebeurt het altijd. En bij Usturk gebeurt het altijd. Mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. Een klein punt van orde. Meneer Verhoeven incopieerde mijn fractie in deze interruptie. Dat is onterecht. Wij voelen ons gelijkwaardig behandeld door mevrouw Ariep. En ik heb in mijn bijdrage gezegd, daar hoef ik geen complimenten voor te geven, want ik vind dat normaal. Maar wij voelen ons dus wel gelijkwaardig behandeld. Dat is helemaal correct. En ik moet de heer Verhoeven dus ook vermanend toespreken nu. Dat is de tweede keer al. Omdat mevrouw Agema een punt heeft hier. Accepteert u dat? Ja, duidelijk. Ja. Voorzitter, ik word altijd vermanend toegesproken door de Kamervoorzitter. Altijd. Het gebeurt me altijd. En dat is oneerlijk. Daar neem ik kennis van. Ik geef het woord aan de heer Kuzu. Heel goed. Voor zijn afronding. En dan zien we ook hoe de Kamer omgaat met de zorgen van een fractie. En dan zien we ook hoe de steun inmiddels is georganiseerd. Ik denk dat mevrouw Ariep ook in haar bijdrage kan stilstaan bij de manier waarop dit plaatsvindt.